Arend levert horeca en projectmeubilair aan ondernemers. Eigenlijk aan iedereen die meer dan 10 stoelen nodig heeft. Daar leveren wij horeca en projectmeubilair aan. En dan kunt u denken aan tafels, maar ook stoelen, maatwerk, banken. Eigenlijk alles wat in het interieur gebruikt wordt. En dat kan van een wachtruimte zijn bij een tandarts tot en met een café-inrichting of een danszaal of een bedrijfskantine of een sportvereniging. De Arend kenmerkt zich door een snelle en platte organisatie. Een van onze speerpunten is dat wij direct uit voorraad kunnen leveren. Dit leveren doen wij met ons eigen wagenpark. We hebben 6 eigen vrachtwagens. Dus wij leveren rechtstreeks van ons magazijn, compleet gemonteerd, desnoods ter plaatse bij de klant, naar de eindgebruiker. We hebben 13 vestigingen. We hebben in Antwerpen een vestiging, Aruba en Curaçao. En de overige vestigingen zijn op strategische plaatsen in Nederland gevestigd. Wij willen ons erop richten om eigenlijk binnen 100 kilometer, dat is in ieder geval de wens in Nederland, en dat lukt inmiddels denk ik heel aardig, om binnen 100 kilometer van elke klant een Arendvestiging te hebben zitten. Zodat een klant niet heel lang in de auto hoeft te zitten om bij ons een keuze te kunnen maken, eventueel van meubilair in de showroom. De klant kan in een van onze vestigingen het meubilair komen uitzoeken. Best gewenst komen wij op afspraak ook naar de klanten toe om te helpen in het meubilair te passen in het interieur. Wij importeren vanuit eigenlijk de hele wereld. Het kan zijn China, het Verre Oosten, maar Polen, Italië, Tsjechië. Het komt overal vandaan. Overal waar goede fabrikanten staan die tegen een prijsgunstige condities ons meubilair kunnen leveren, daar halen wij het meubilair vandaan. Nou, we hebben een grote voorraad. We hebben meer dan 30.000 stoelen en denk ik 15.000 tafels uit voorraad kunnen we leveren. Nou, dat betekent dat als u vandaag hier binnenkomt, kunt u vandaag nog het meubilair vanmiddag nog hebben staan, bij wijze van spreken. Mocht u wensen hebben met betrekking tot maatafwijking, dat soort dingen meer, dan kunnen we met een hele acceptabele en snelle levertijd kunnen we bij u leveren. Jarno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent 34, 13 filialen, begrijp ik. En ja, dat is al, je bent heel lang bezig dus. Ja, ik doe het nou, dit wordt mijn 15e jaar. En ja, valt goed. Je bent begonnen op je 19e, 20e? Ja. Eigenlijk, eigenlijk onaangekondigd. Ik zat op de Cup in Tilburg en het was herfstvakantie. En ik begon thuis mee te helpen en toen zei ik al de herfstvakantie gebleven. De Cup, dat was de Unie? Dat was toen Katholieke Universiteit Brabant. Wat ging je daar doen? Ik dacht dat ik rechten moest gaan doen. Maar ja, dat bleek al snel niks voor mij te zijn. Want? Je vond dit veel leuker? Nou, ik wou eigenlijk altijd handel alleen. Dus ik had hier meer affiniteit mee. Ja, ja. En van huis uit ook al in die horeca? Ja, mijn vader en moeder hadden een horecabedrijf. Daar komt de naam ook vandaan, de Arend. Die hadden een café- en zalenbedrijf. Dat is later een discotheek geworden. Doordat dat in het weekend afspeelde, konden zich wat meer toeleggen op andere dingen. Mijn vader ging faillissementsverkoping af in de horeca. Kocht gebruikte partijen op. En die verkocht hij weer. Nou, is die vandaag of morgen weer aan de beurt? Want zo goed gaat het niet in de horeca, geloof ik wel. Nee, ja, de horeca die heeft het nou wat moeilijker. En ja, door de crisis natuurlijk, die is niemand ontgaan. En dan het rookverbod eroverheen. Dus ik denk dat het verstandig is als mensen misschien nou een gedoogbeleid gaan hanteren voor het rookverbod. Zodat de horecaondernemers meer ruimte krijgen om te beter te luisteren naar hun gasten. Je staat van de week ook groots op de Horecava. En je bedrijf zegt de Arend Horeca en projectmeubilair. Je levert dus ook aan niet-horecabedrijven, begrijp ik? Ja, we leveren eigenlijk aan iedereen die meer dan 10 stoelen nodig heeft, zeggen wij. Dus ja, dat zijn ook sportkantines, dat zijn bedrijfskantines. Dat moest eerst altijd wat strakker zijn, dat mag nou ook wat gezelliger. Dat zijn verzorgingscentra's, uitvaartcentra's, gewoon recreatieparken. Eigenlijk iedereen die in grote getale meubels nodig heeft. Dan heb je gigantische voorraden, 30.000 stoelen en 10.000 tafels. Waar is dat voor nodig? Nou, punt 1, inkooptechnisch natuurlijk. Wij willen in grote getale inkopen, zodat wij de prijzen laag kunnen houden. Wij kopen over de hele wereld in. En het is de bedoeling dat we affabriek naar de eindgebruiker leveren. Dus er zitten vaak lange levertijden op als je het gaat bestellen. 12 tot 16 weken is geen uitzondering. Terwijl als een horecaondernemer bij ons binnenkomt, dan willen wij graag dat hij het liefst nog diezelfde week geleverd krijgt. Ja, dan gaat natuurlijk heel veel geld zitten in zo'n bedrijf. Ja, dus je moet zorgen dat je voldoende omzetsnelheid hebt. En vandaar dat wij ook meerdere filialen hebben geopend om dichter bij de klanten te zitten. Ja, want je zegt ik wil minimaal 100 kilometer bij mijn klant vandaan zitten.
En dan zeg je nou, je hebt 13 nevenvestigingen, 2 op de Antillen. Is dat niet erg veel in de huidige tijd? Nou ja, goed, je kunt kiezen hoe ga je de klant bereiken. En voorheen kon ik met een goede aanbieding een klant uit Maastricht en uit Groningen nog in de auto krijgen om naar Ammerzoden destijds te rijden. Alleen ja, nu met de file-druk en noem het zomaar maar op, dan kun je kiezen voor of een dealernetwerk of een vertegenwoordigersnetwerk. Wij hebben gekozen voor filialen, waar dat zijn over het algemeen 1- tot 2-mans filialen. Die kunnen een klant goed bedienen. Die kunnen het hele assortiment laten zien. Mensen kunnen daar een keuze maken. En ja, heel de overheid, die zit eigenlijk in Waardenburg. Dus die mensen zijn bezig met verkopen. Zet er opdrachtbevestiging op de fax. In Waardenburg doen we zelf monteren. We nemen contact op met de klant, sturen wij facturen. Dus alles zit daar centraal. Dus of je nou die voorraad moet hebben voor 1, voor 13 of voor 20 filialen, de kosten groeien niet mee. Dus op die manier kunnen wij heel slagvaardig zijn. Want hoe is nou het beeld in de horeca? Minder zaken komen er? Nou ja, goed, op de dorpen zie je natuurlijk het vertrek van Bruin Cafés. Het is, ja, een paar jaar geleden hadden we bij ons in het dorp bijvoorbeeld alleen al 7 cafés. Daar zijn er een aantal van weggevallen. Alleen daarentegen zie ik weer meer uitbreiding in restaurants en ook hotels. En ik denk dat er nog steeds natuurlijk veel kansen voor de horeca liggen. Alleen ja, het gaat nu iets minder. En lever je zeg maar vaste collecties of kun je ook op maat? Nou, wij binden ons eigenlijk niet aan een vaste collectie. Alles wat er in de wereld te koop is, dat proberen wij te zoeken voor de klant en te leveren. Wij hebben natuurlijk wel een standaard opstelling van de meest gangbare modellen in een bepaald segment. En die kunnen mensen in de showroom komen bekijken. Dan hebben wij daar natuurlijk een grote documentatiekast staan. En dan gaan we mensen aan het bladeren. En alles wat ze in de gedachte hebben, kunnen wij eigenlijk realiseren doordat we korte lijnen met de fabrikant hebben. Je had het over de hele wereld vandaan, met name het Midden-Oosten. Nou goed, de laatste paar jaren is China natuurlijk erg in opkomst. En voorheen werd dat geassocieerd met de mindere kwaliteit, maar de meest moderne fabrikanten bevinden zich op dit moment in China. We maken nou daar bijvoorbeeld terrasmeubelen. Die zijn allemaal van een rood aan uitstraling, omdat dat vaak het gezelligst is. Maar die hebben dus een aluminium frame, kunststoflegwerk, makkelijk stapelbaar, zijn duurzaam. Dus ze hebben eigenlijk alle voordelen en uitstraling van een rotanstoel. Maar het onderhoudsvrije van een aluminiumstoel. Dus je reist eigenlijk de hele wereld af. Hoe vaak ga je op reis? Nou, dat wordt gelukkig nu steeds minder. Punt 1, omdat we als we een goede fabrikant hebben, proberen daar een langlopende relatie mee op te bouwen. Om onder andere de kwaliteit en de beschikbaarheid van hetzelfde product te kunnen waarborgen. Zodat we continu ook na kunnen leveren. En natuurlijk door de nieuwe, ja, door de e-mails en foto's en makkelijkere manieren van communiceren. Hoeft dat minder, maar ik zal daar een keer of 10, 15 per jaar voor onderweg zijn. Bepaal je zelf de trends of laat je je leiden? We luisteren naar de klant. Dus zelf hebben we eigenlijk daar geen smaak op. Wat voor ons belangrijk is, is dat we functionaliteit en kwaliteit en prijs gaan combineren. Kijk, het is een stoeltje of een tafel waarmee gewerkt wordt. Het is niet voor bij je thuis. Dus al zou je zeggen van thuis, nou ja, hij is wat te breed, hij is wat te zwaar. Dan maakt dat eigenlijk niet uit. Maar het is aan ons om onze ervaring te laten spreken, om te zorgen dat mensen er in het gebruik ermee om kunnen gaan zoals ze willen. Dus als mensen een zalenbedrijf hebben, dat die ook stapelbaar is. Als ze een terras hebben wat elke dag naar binnen moet, dat je hem ook op kunt stapelen. Dus dat je uitstraling met functionaliteit gaat combineren. Werk je met vertegenwoordigers of voornamelijk internet? Nee, wij werken eigenlijk hoofdzakelijk dus met filialen. Daar proberen we de mensen naartoe te krijgen. Dat doen we door middel van adverteren in de vakbladen. Nou, hier bij jou in dit programma, Horecava aankomende week. We gaan alle vakbeurzen af. Met Horecava, waar sta je? In welke hal? In de Europahal. Dat is waar alle toonaangevende meubelbedrijven zijn gecentraliseerd. En dan hebben we stand nummer 555. Dus ik zou iedereen uitnodigen om ons daar te bezoeken. Nou, ik kom in ieder geval gauw kijken. Suze gaat ook naar de Horecava, dus wie weet zien we elkaar nog. Hartstikke goed. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel. En wilt u meer weten, kijk u dan op onze site. Wij gaan naar de keuken.